Voor mij staat Rob Meijer, oprichter en dirigent van Eemland Muziekproject. Zijn passie is bijzondere werken. Wat ga je uitvoeren? Ik ga uitvoeren de tweede onbekende versie van je Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Waarom per se deze versie? Ik ga deze versie uitvoeren omdat je deze eigenlijk nooit hoort. De doorsnee concertbezoeker weet niet dat er oorspronkelijk 4 versies van de Johannes Passion waren. Je hoort altijd de standaardversie, maar die andere die hoor je dus eigenlijk nooit. Zoals ik al zei, er waren er 4, er zijn er nog 2 van over. En die tweede die hoor je nooit. En het is juist zo jammer, hij staat al jaren op een verlanglijst. En nu heb ik eindelijk de gelegenheid om die eens een keer te gaan uitvoeren met een heel enthousiast projectkoor. Met ongelooflijk enthousiaste projectzangers die het graag willen gaan uitvoeren. Prachtige solisten. En ja, in dan zo'n mooie locatie als dit kan je natuurlijk niet laten liggen. Kan je ook iets vertellen over de solisten en het orkest? Ja, we hebben 5 prachtige solisten. We hebben Peter Vos als evangelist, een schitterende tenor die het verhaal prachtig kan weergeven. We hebben Hans Stobbe als Christus, een mooie stevige Christuspartij. Frank Hermans die zingt de kleinere rollen en de aria's, de Peter en Pilatus en de kleinere aria's. Daarnaast heb ik 2 conservatoriumstudenten. Tess Marieke Oostwouder studeert aan het conservatorium in Utrecht. Zij zingt zowel in het koor mee als 2 prachtige aria's. En daarnaast heb ik de countertenor, Altus heet het eigenlijk, dat is Tobias Segura Peralta. Ook hij studeert nog aan het conservatorium in Utrecht en ook hij zingt ook in het koor mee en zingt ook 2 schitterende aria's. Daarnaast worden we begeleid door het NASCA, oftewel het Nationaal Symfonisch Kamerorkest. Het bijzondere van deze uitvoering is dat ik gekozen heb voor een enkelvoudige bezetting qua orkest. Dus we krijgen een hele heldere open klank. Zo benaderen zoveel mogelijk de uitvoeringspraktijk zoals Bach die zelf had. Want toen hij zijn eerste passionen uitvoerde, toen had hij ook beschikking over weinig zangers. En ook over een heel klein ensembletje. Dus we hebben niet echt een barokorkest, maar een heel mooi, prachtig modern orkest. Wat deze passion prachtig gaat uitvoeren. Wanneer en waar gaat het plaatsvinden? Het wordt uitgevoerd op 5 maart in de Sint-Ansfriedeskerk, Jacob Katslaan 28 in Amersfoort. Mensen kunnen via onze site eemlandmuziekproject.nl alle informatie vinden over dit concert, over dit project en waar het is, de locatie. En natuurlijk hoe ze kaarten kunnen bestellen. Het is het voordeligst om online kaarten te bestellen. Kaarten kosten €25 voor zo'n prachtig concert als dit. Kaarten aan de deur zijn €35. Dus het is zeker aan te bevelen om via de site kaarten te kopen. Je gaat ook een meezinglezing over de Johannes Passion geven. Kan je daar iets meer over vertellen? Meezinglezing, dat is een concept wat ik zelf verzonnen heb, ontwikkeld heb. Je hebt natuurlijk al jaren meezingconcerten waar mensen een bekend werk zo kunnen meezingen. Dan gaat het meer om de beleving dan om de prestatie. Je hebt natuurlijk ook lezingen over muziek en ik heb daar een combinatie van gemaakt. Dus ik geef een lezing over de Johannes Passion en de mensen mogen dat al zingend mee ervaren van hoe dat werk in elkaar zit. Ik ga er nodig over vertellen. Ik laat ook het een en ander horen tussen de verschillen tussen de ene versie en de andere versie. En de mensen mogen dat gewoon meezingen, ieder op hun eigen niveau. Dat ga ik doen op 27 februari, ook in deze kerk om 3 uur 's middags.